jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstalk. Jams, goed om jullie te zien. Waar zijn wij vandaag? We zijn in Duitsland. Bij Tiger Gym om precies te zijn. In Kerpen naast mijn grote vriend Bahram. En natuurlijk zijn tolk. Broeders, goed om jullie te zien. Dankjewel. Diyor Champler diyor şu anda diyor neredeyiz? Tiger Gym Kerpen'deyiz. Benim büyük dostum Bahram'ın yanında ve onun tercümanının yanındayız. Sizleri görmek çok güzel. Ben de sizi burada görmek için çok şadım, mutluyum. Microfoon bij hem als hij praat. Hij heeft de microfoon. Nee, okay, sorry. Dat was al een hele issue toen. Dus ja, ja, ja. Nee, deze is speciaal voor jou. Oh, super. Oké. Okay. De microfoon al naar toe. Die onder microfoon op boilen. Jij en ik moeten werken. Hij kan gewoon lekker zitten. Oh, die otursun biz çalışacağız. Tamam. Siz aranızda değiştirirsin. Tamam. Bana karışmayın. Dediğim gibi de aynı şey. Benim kardeşlerimin yanındayım. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş gelmişsiniz. Ja. Başımız gözümüz üstüne. Hij zegt, welkom. Heel erg bedankt voor jullie komst. Wij zijn gastvrij, dus heel fijn om jullie hier te hebben. Dankjewel, broeder. We komen van ver. We zijn helemaal uit Rotterdam gekomen. We hebben ook een leuke presentje voor hem meegenomen. Zal ik hem zo geven. We zijn heel dankbaar dat we er mogen zijn. Ja. Dat mag je gelijk vertalen voor hem. Kardeşim diyor teşekkür ederiz diyor. Burada olmamız için diyor teşekkür ederiz diyor zaten en başta. Ona diyor bir de küçük bir hediye getirdik diyor. Ta Rotterdam'dan geldik diyor. Bir de bir küçük hediyemiz var diyor yanında. Ondan diyor bunu diyor şimdi tercüme edebilirsin Bahram'a. Çok teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Hacak dankjewel. Hayır. Ik voel de warmte. Ik ben blij dat ik even tijd heb met Bahram, want hij is publiekstrekker nummer 1 op dit moment in de Lage Landen. 8 juni staat voor de deur. De Glory Light Heavyweight Grand Prix. Voordat we het daarover gaan hebben, wil ik even teruggaan naar zijn jeugd. Wanneer wekte kickboksen zijn interesse op? Ja. Şu anda diyor senin yanındayız diyor. Tabii Bahram'ın yanındayız. Bahram diyor şu anda Hollanda'da diyor. Tüm diyor yani insanların seyircilerin diyor bir numaralı dövüşçüsü. Herkesin gözünde öyle. Ama diyor Grand Prix'den diyor konuşmadan önce diyor ben diyor eskiye doğru dönmek istiyorum diyor. Bahram'a diyor ne o dövüş diyor bu kickbox diyor sevgisi aşkı ne zaman başladı? Ben çocukluğum 7 yaşım vardı. Böyle abim yapıyordu sporu. Ben de evde kalmayayım diye onun yanına beraber gidiyordum spor salonunda böyle top oynuyordum ne bileyim onun ayağına dolaşıyordum. Eğleniyordum böyle küçük basketbol toplarla. Millet koşarken ben böyle önüne atırdım, düşsün yere diye. Böyle eğleniyordum. Gözümü spor salonunda açtığım için, yani büyük abilerimize, büyük şampiyonları göre göre bir gün ben de şampiyon olurum diye umidiyle öyle bir aşk başladı bende. Hij zegt, dat begon allemaal, zegt, ik was 7 jaar. Hij zegt, en mijn broer trainde altijd. Hij zegt, mijn broer ging altijd naar de sportschool. Hij zegt, en ik ging altijd mee. Maar hij zegt, omdat ik meeging, was het ook, zegt, ik was een klein kind, 7 jaar. Hij zegt, ik had zo'n klein basketballetje. Hij zegt, die mensen waren, zegt hij, daar aan het hardlopen en aan het trainen. En hij zegt, ik wilde ze juist laten vallen, dus ik gooide die bal naar ze toe. Hij zegt, of ik ging achter ze aanrennen, ik deed wat grappige dingen daar. Hij zegt, ja, maar hij zegt, ik heb daar, zegt hij, wat kampioenen voorbij zien komen. En hij zegt, toen, zegt hij, had ik zoiets van, weet je wat, hey, ik wil ook ooit eens een kampioen gaan worden. En zo is, zegt hij, dat liefde begonnen. Zijn jeugd, als we bij zijn jeugd blijven, heeft hij een fijne jeugd gehad? Had hij het breed? Waren ze arm? Heeft hij broers, zussen? Ik wil wat meer weten over zijn achtergrond. Bahram diyor, geçmiş hakkında daha çok bilmek istiyoruz diyor. Yani şimdi diyor, çocukluğu hakkında konuşunca diyor, çocukluğu diyor, Bahram diyor, nasıldı diyor, güzel miydi, kötü müydü diyor, yani aile diyor, durumu diyor yani, iyi miydi, fakir miydi ve diyor, abi, kardeş, abla falan olarak diyor, nasıldı? Benim iki tane ablam var,
bir abim var. En küçük benim. Fakir bir ailede doğdum. Yani inşaatta orada burada çalışan bir ailedeydim. Zengin değildim. Fakirdim. Ama adamın gönlü zengin olsun. Hij zegt, ik heb zegt hij, twee oudere zussen en dan zegt hij een oudere broer. Hij zegt, ik ben de jongste. Hij zegt, mijn ouders, mijn vader, zegt hij, werkte gewoon, zegt hij, in de bouw. Constructies in de bouw. Hij zegt, ja, we hadden het niet breed. Hij zegt, ik kom van een arm gezin. Maar, hij zegt, hoe heet dat, het was een prima jeugd. Hij zegt, we waren, zegt hij, rijk van binnen. Hij zegt, we waren gewoon rijke gevoelens hadden. Dus dat wel, ja. Ja, dus hij is eigenlijk nooit iets tekort gekomen in zijn jeugd. Ja, en çocuk da diyor hiçbir eksiklik diyor hissetmedi. Tabii ki de eksiklik hissettim. Hij zegt ja, we hebben wel zegt hij wat we zijn wat wel tekort gekomen, maar hè. Dus alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Ik zie dat hij nu ook emotioneel wordt. Is het iets een periode waar hij specifiek aan denkt? Diyor şimdi diyor duygusal bir an yaşıyor diyor. Özel bir anı mı düşünüyor diyor yoksa genel olarak? Yok ya genel olarak düşünüyor. Hij zegt over het algemeen. Ja, laten we dan verder gaan. Wat was hij geworden? Ben ik erg benieuwd naar als hij geen vechter was geweest. O zaman diyor devam edelim diyor. Duygusal olmaya başladı. Ama diyor merak ettiğim bir şey var diyor. Bahram diyor dövüşçü olmasaydı diyor ne olurdu? Aşçı. Vallahi. Yemeği çok seviyorum. Hayatımda ikisini çok severim. Bir dövüşmeye bir yemeği. Hij zegt, dan was ik kok geworden. Hij zegt, ik hou zegt hij heel erg veel van eten. Hij zegt, ik heb twee liefdes in mijn leven. Eentje is koken, ander is vechten. Ja. Of andere, nou, eentje is eten, ander is vechten. Hoe mooi is dat? Nou, wat voor gerechten houdt hij van? Peki sevdiği yemekler, ne tür yemekler? Abtaştan yumuşak. Nasıl? En çok et yerim. Vlees. Vlees. Jij ook. Dat çok severmiş de eten. Binnenkort is offerfeest. Dan kan hij zijn geluk op. Yakında diyor kurban bayramı diyor artık diyor. Keyfinden geçmez. Ben seviyorum. Yemeği çok seviyorum. Yemek mutluluk veriyor. Ama en çok mutluluk veren bir şey dövüşmek. Hij zegt, ooit dat. Ik word, zegt hij, heel blij van eten. Hij zegt, het maakt me heel erg blij. Ik word er heel vrolijk van. Alleen, zegt hij, buiten dat om, zegt hij, is, zegt hij, vechten geeft mij meer blijdschap. Ja, goed zo. Nee, dat is ook zo. Is dat een van de redenen dat hij moeite heeft met eten? Of eigenlijk geen moeite, maar liefde heeft voor eten? Hè? Dat hij daarom mee heeft gedaan met de heavyweight? En dat het voor hem misschien iets pittiger is om af te vallen voor de light heavyweight. Diyor acaba diyor yemeğe olan sevgisi diyor Bahram'ı diyor yani heavyweight Grand Prix'e diyor katılmasının sebeplerinden biri o mu diyor ve şimdi diyor light heavyweight için diyor tabii ki zayıfladı. Ya o şimdi, nasıl oldu? Tabii o heavyweight'te dövüştüğüm zaman ağır kiloya dövüşeceğim zaman çok çok mutluydum. Çünkü yiyordum ancak. Çok yiyordum, böyle mutlu oluyordum. Ama tabii burada şimdi bir 8-9 kilo veriyorum. Hı hı. 103'ten düşüyorum, 103-104 kilodan. Yani yemeklerimi diyetayla yiyorum, biraz üzücüm. Hij zegt, klopt, voor de Grand Prix, heavyweight Grand Prix, zegt hij, was ik heel gelukkig omdat ik alleen maar kon eten. Hij zegt, dat was heel goed. Hij zegt, ja, hij zegt nu zegt hij, moet ik ja, van 104, zegt hij, terugkomen. Zeg ik moet 8-9 kilo afvallen. Hij zegt dus ja, daarom zegt hij, is dat, zegt hij wel wat, ja, hij zegt, word ik niet echt vrolijk van. Hij zegt, ik ben verdrietig, maar we moeten het wel doen. Ja, het is een bewuste vraag, omdat... Gaan we Bahram in zijn beste vorm zien tijdens deze Grand Prix? Of is dat afvallen dat zijn tol gaat eisen? Diyor, bir de diyor şimdi sorumuz o diyor. Acaba diyor şimdi Bahram'ı diyor, biliyor musun? En iyi formunda mı göreceğiz? Yoksa diyor şu anda zayıflaması ve yemek yememe mutsuz olması. Acaba diyor o diyor zayıflama süreci yani etkileyecek mi? Yemek yememem beni daha yırtıcı yapacak. Hij zegt, het feit dat ik niet kan eten gaat mij agressiever maken. Hij is hongeriger. Die had de haatje aan. Ja.
Hij gaat ze opeten. Die yiyecektim diyor yani rakiplerini. Ben benim gözlerime baksana. Hij zegt, kijk eens in mijn ogen. Ja, ik zie het al. Zoom even goed in op zijn ogen, camera. Kijk. The Golden Wolf. Baksana, benim gözümde korkacak bir şey var mı? Hij zegt, kijk eens of er angst in mijn ogen zit. Ziet. Nee, dat zie je niet. Dat zie je niet. Sterker nog, ik was gisteren nog bij Ibrahim Elbouni. En die heeft heel veel respect voor hem. Die zegt ook, Bahram is een van de smaakmakers, hè, van heel Glory. Beseft hij hoe populair die echt is? Diyor, dün diyor, Ibrahim Elbouni'nin yanındaydım diyor. Ve Ibrahim Elbouni diyor, yani Bahram'a diyor, karşı çok büyük saygı duyuyor. Ve diyor ki, yani Bahram bu turnuvanın en tat verici insanlarından birisi. Biliyor musun? Peki diyor, Bahram şu anda diyor, ne kadar popüler olduğunun diyor, farkında mı? Ya teşekkür ederim İbrahim'e bu arada. Sağ olsun. O kendi güzelliğinden, kendi delikanlılığından sağ olsun. Yani ya ben fark etmiyor ya benim için. Ben böyle mutluyum. Yani ben istemiyorum beni çok kişi tanısın veya tanımasın. Yani ben onlara çok takılmıyorum. Ben sadece şampiyon olmak için takılıyorum. Hij zegt, ten eerste zegt hij bedankt voor Ibrahim Elbouni. Dat hij zulke mooie woorden voor mij uitspreekt. Hij zegt, dat laat zien, dat laat een heel groot karakter zien van zo iemand. En hij zegt, ja, hij zegt, mijn doel is, zegt hij, eigenlijk niet populariteit. Hij zegt, heel leuk dat dat gebeurt. Maar hij zegt, mijn doel is, zegt hij, om gewoon echt kampioen te worden. Hij zegt, dat wil ik laten zien. Mooi gezegd, inderdaad, hij heeft ambities om de beste te worden. Laten we het even houden bij de Glory Light Heavyweight Grand Prix. Er zitten mooie verhaallijnen in. Eén daarvan heet Sergey Maslobojev. Orada diyor, şimdi diyor, Grand Prix'e bakarsak diyor, Light Heavyweight Grand Prix'e diyor. Orada diyor, iyi bir hikaye var diyor ve hikayenin birinin ismi de diyor, Sergey Maslobojev. Ödenmemiş bir hesap var. Ödenecek. Hij zegt, er staat een rekening. Er is een rekening dat nog open staat. En die moet vereffend worden. Die moet vereffend worden, ja. Ja. Wat maakt hem nou zo goed? Kijk, wij zien het wel. Ik was gisteren nog met de Telegraaf. En die noemde hem de grootste showman binnen de Glory roster van alle vechters. Maar wat maakt hem nou zo gevaarlijk? Ben diyor, dün Telegraaf, Hollanda'nın iyi bir gazetesiyle beraberdim diyor. Şimdi diyor, orada diyor, onlar da yazdı diyor. Yani en büyük show adamı şu anda Glory'nin içinde Bahram'dır. Biliyor musun? Ama diyor Bahram'ı diyor çok diyor tehlikeli yapan diyor olay ne? Ya ben şunu da söyleyeyim. Ben şodan modan böyle şeyden hiçbir şey anlamıyorum. Ben sadece doğalım. Yani istediğim gibi davranıyorum. İstediğim hareketi yapıyorum. Seviyorsan burada durup takla atarım. Seviyorsan durup torba döverim. Ne bileyim. İstediğim gibi yapıyorum. Ben bu arada şöyle hiçbir ilgim yok. İstediğim gibi hareket ediyorum. Kim sever sevmeyen de kendisi bilir. Bu bir de. İkinci soru neydi? İkinci soruda seni tehlikeli yapan ne? Beni tehlikeli yapan zaten ismimden bellidir. Golden Wolf. Hij zegt, ten eerste zegt hij zegt, ik ben niet bezig om een showman te zijn. Of met de show zegt hij, ben ik niet bezig. Hij zegt, ik doe gewoon wat ik voel. Hij zegt, ik heb geen filter. Hij zegt, als ik hier zegt die kopjes wil rollen, hij zegt, dan doe ik dat. Hij zegt, als ik hier wil springen, hij zegt, dan doe ik dat ook. Hij zegt, dus daar ben ik niet mee bezig. Maar hij zegt, ja, volgens mij trekt dat de mensen enorm aan. En hij zegt, dat op tweede vraag terug te komen. Wat mij heel erg gevaarlijk maakt, zegt hij, is mijn naam, de Golden Wolf. Ja, dat zijn mooie soundbites altijd met Bahram. Maar als hij zichzelf moet omschrijven in een aantal woorden als vechter, waar is hij nou heel goed in vooral? Diyor kendini diyor birkaç kelime olarak kelimeyle diyor dövüşçü olarak diyor anlatması gerekse birkaç kelimeyle kendi diyor neyde diyor çok iyi. Disiplin. One discipline. Two discipline. Three discipline. Eén discipline, twee discipline, drie discipline. Is hij nog leuk in aanloop in die laatste week voor de weging? Kan hij nog genieten? Kan hij nog lachen of is hij bloedserieus? Diyor şimdi diyor işte şey kilo ölçümlerine doğru gidiyoruz diyor. Yani cuma günü işte kilo ölçümleri var. O gidişe doğru diyor son bir hafta diyor.
Bahram diyor çok diyor ciddi midir diyor yoksa diyor hep güler mi? Ya geçen Paris'te şey yaptım, kavga ediyordum herkesle. Hiç kendimi kontrol edemiyordum. Çok agresifydim, çok. Böyle kendimi zor tutuyordum. Gideceğim mesela atıyorum yemek yiyeceğim, salatalık tabii diyet yemek yiyeceğim. Yemek geç geliyor bağırıyordum. Ne bileyim tartın yerin bağırarak konuşuyordum. Çok agresif oluyorum, çok, aşırı. Dövüşe yaklaşırken yani. Ya işte dövüş umurumda değil, kazanacağım. O bir tarafa. Sadece acılık beni şey yapıyor. Yoksa dövüş, kazanacağım, dövüş bir şey değil. İsparin gidi benim için. Hij zegt, dit heb ik zegt hij ook gemerkt in Parijs. Hij zegt, ja, hij zegt, ik ging zegt hij ergens, hij zegt, ik ging met iedereen ruzie maken. Hij zegt, ik ging eten, zegt hij. Hij zegt, nu zegt hij, om ook af te vallen. Hij zegt, ik heb een bepaald dieet. Hij zegt, dus ja, daar ook. Hij zegt, ik kreeg, zegt hij ineens in de restaurant salade. Hij zegt, ik had ruzie met de obers. Eten kwam, ik had ruzie met iedereen. Hij zegt, het vechten, zegt hij, het vechten maakt me niet uit. Hij zegt, want ik ga toch winnen. Hij zegt, dus daar zit ik niet in mee. Hij zegt, alleen zegt hij, ik word agressief van dat ik niks kan eten. Ja, dat is het hele punt, ja. Dus hij is wat gevoelig in die laatste dagen. En vechten vindt hij eigenlijk het leukste wat er is. Ja, diyor yani şu anda diyor ne diyor. Bu son günler diyor, biraz diyor yemeğe karşı hassas. Ve diyor aslında dövüşmeyi de diyor zaten diyor çok seviyor. Dövüşmek, ya şu an hiç dövüşmeyi düşünmüyorum ki. Kazanacağım yani, bu net. Dövüşmeyi düşünmüyorum. Sadece sparringdi benim için. 3 tane sparringim var. Gidip yapıp geleceğim. Ama beni zorlayan şey yemek. Ik weet sowieso, zegt hij, dat ik ga winnen. Hij zegt, dus daar denk ik niet eens aan. Hij zegt, ik zit te denken van, ik ga 8 juni 3 keer sparren en dan kom ik terug. Maar hij zegt, wat mij het zo moeilijk maakt, is, zegt hij, dat eten. Ik bedoel, zegt hij, gewoon eten. Ja, ik vind het prachtig. Ik moet gelijk denken aan... Bana bir sorsalar, sporun en zor yeri neresi derdim. Kilo vermek. Hij zegt, tabii benim düşüncem bu. Hij zegt, dit is mijn mening van wat zou de zwaarste zijn in het sport, weet je, waar je in zit. Hij zegt, dat is, zegt hij, voor mij afvallen. Ik wil niet, zegt hij eigenlijk, afvallen. Ja, nee, hij doet me denken aan Khamzat Chimaev van de UFC. Mm-hmm. Die houdt ook van eten. Na een gevecht gelijk eten en dan echt pannenkoeken, stroop, McDonald's, alles. Is hij ook zo? Duo Khamzat Chimaev var diyor. Biliyor musun UFC'den değil mi? UFC'de, by UFC. Diyor, onun da diyor mesela diyor, o da diyor yemek konusunda diyor çok hassas. Ha diyor, o da diyor mesela şey, yemek dövüşlerden sonra diyor hemen diyor gidiyor diyor işte yok krep olsun, yok McDonald's olsun, yok şu olsun, bu olsun diyor hemen diyor yiyor. Bahram da öyle mi? Yok yok yok, ben öyle değilim. İşte dedim, beni üç kelimeyle dediniz, söyle, tarif et. Ben söyledim. Her üçte disiplin. Şimdi o işin bir tarafı. İşin gırgırı. Deyip gülmesi. Ama yemek olduğu zaman yemeklerimi seçerim. Tamam. Taştan yumuşak yemek ne olursa Allah bereket versin. Yerim. O okey. Ama tartıdan sonra yediğim her şeye çok dikkat ederim. Hatta şimdi bile dikkat ediyorum. Peki dövüşten sonra mı? Dövüşten sonra da. Bu disiplindir. Hij zegt, jullie had net gevraagd, zegt hij, de drie eigenschappen van Bahram, wat hem zo gevaarlijk maakt. Hij zegt, discipline, discipline, discipline. Hij zegt, dat ik nu, zegt hij, allemaal, hè, zegt dat de UFC-vechter ook van daarna pannenkoeken, McDonald's en zo weet, zegt hij. Hij zegt, dat is allemaal het lachen gedeelte. Hij zegt, na mijn weging, hij zegt, na mijn wedstrijden, na het gevechten, na de glory. Hij zegt, let ik, zegt hij, blijf ik wel, zegt hij, op mijn eten letten. Bro, hij zegt, ik eet wel, zegt hij, alles wat zachter is dan steen. Maar hij zegt, ik blijf er wel op letten dat het, zegt hij, gewoon gebalanceerd blijft. Hij zegt, want dat is voor mij het belangrijkst. Nee, dat is zwaar. Op en top prof is hij. En daar wil ik ook wat over doorvragen. Want Bahram is natuurlijk een grote meneer en een grote naam. Hij verkoopt arena's, maar hij heeft het natuurlijk niet alleen gedaan. Welke trainers, welke personen zijn voor hem belangrijk geweest in zijn carrière om te komen waar hij nu is? Diyor, onu diyor zaten söyledi diyor, profesyonelliği gösterdi diyor. Bahram diyor yani arenalarda dövüştü diyor, işte büyük yerlerde dövüştü, biletler sattırdı diyor. Diyor musun, hangi antrenörler ve hangi insanlar diyor Bahram'ın diyor bu yere gelmesinde diyor pay sahibi? Tabii bu konuya geçersem konu biraz derindir.
Ama ben kısaca anlatacağım. Bu konuya buraya gelmem için bizim Azerbaycan'da federasyon başkanımız var. Milli Meclis Sayın Mavinim Adil Aliyev. Büyük desteği oldu. Yani yine diyorum bu konuyu anlatırsam büyük bir geniş bir konu ama ben kısaca anlatıyorum. Önce onu bir çevireyim sonra kişileri geçek. Hij zegt als ik hier zegt hij over op inga, hij zegt dan wordt het een hele lange hele dinges. Dus hij zegt ik hou het zegt hij heel erg kort. De eerste zegt hij is in Azerbeidzjan zegt hij Adil Aliyev. Hij zegt is de hoofd van de federatie. Hij zegt aan hem zegt hij heb ik veel te danken. De naam? Adil Aliyev. Ja. En dan komt er nog. Sonra burada Ufuk Kemal abim var. Hij zegt, hier heb ik Ufuk Kemal. Hij zegt, daar ben ik zegt hij heel erg dankbaar voor. Şeref abimiz var. Hij zegt, Şeref. Şeref. Hij zegt, Şeref Brothers. Hij zegt, Şeref. Dus die heb ik erbij. Yani bunlar bana manevi olarak çok destekleri oluyor. Maddi manevi olarak destek oluyorlar bana. Hij zegt, ze hebben mij letterlijk en figuurlijk financieel en emotioneel, zegt hij, gewoon goed gesteund. Azerbaycan'da zaten bütün, tek Azerbaycan'da değil, dünyanın neresinde olursam olum, Adil Aliyev benim yanımda. Her desteğini benden esirgemez. Hij zegt, en waar ik ook ter wereld ben, hij zegt, Adil Aliyev, de hoofd van de federatie, zegt hij, laat zijn steun altijd betuigen. Laat hij ook altijd. Bunlar benim maddi manevi olarak yanımdalar. Hij zegt, zij zijn, zegt hij, emotioneel en financieel, zegt hij ook, bij mij. Türkiye'den de yardımcı Kürşat Şahin dostumuz abimiz var. Onun da bana desteği var. Hij zegt in Türkiye bir Kürşat Şahin. Hij zegt hij help mij ook. Ve antrenmanda son yani bu konuma geldiğim için son bana en büyük desteklerinin biri Zeyd. Hij zegt met trainingen. Hij zegt dat ik in deze positie nu zit, in deze momentum nu zit. Hij zegt met trainingen, zegt hij, is het Said die daarachter zit. Bir de yanındaki Vahid kardeşimiz var. En hij zegt, var. Die daarnaast zit, Vahid. Orada oturup bakın. Hij zegt, Vahid zegt, die zit daar achter de glas en Said zit daar op de bank. Hij geeft even een duimpje. Ja, diyor, elini kaldırdı, diyor, gösterdi. Bunların bana gerçekten antrenmanda son 3 dövüştür Vahid de yanımda. Hij zegt, laatste drie gevechten, zegt hij, is het Vahid ook in mijn hoek? Ondan önce Said'le beraberdik. Vahit de zaten çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Yani zeg, met Vahit zegt hij, ben ik al jeugd, zijn we jeugdvrienden. Ama Said bu konuda hiç acımıyor ya. Hij zegt, maar Said zegt hij is genadeloos. Ja. Ja, qua training is hij genadeloos. Şimdi antrenmana gideceğiz. Yani daha doğrusu gittim antrenmana sabah. Dün bana dedi ki, antrenman, dedim hocam antrenman ne olacak? Dedi yarın stadyum. Böyle kaldım. Dedim aha, yine anamız ağladı. Hij zegt, Said, dat zegt hij tegen mij gezegd. Hij zegt van, waar gaan we trainen? Ja, had hij gezegd van de stadion. Hij zegt, toen hij dat zei, had ik gezegd, oh jezus, daar gaan we weer. Voelt hij erbij al handig. Juist, sabaha kadar stres doluyorum. Çünkü hiç acımıyor. Hiç acımıyor. Sonra şimdi antrenmana giderken resepsiyondaki kişi biraz gecikti. Trafikten dolayı neyse gecikti. Said dedi, ben buradayım, siz gelene kadar. Siz gidin, ben arkadan geleceğim. Ben de antrenmanı şey yapayım diye diyorum ki ya hocam sen burada dur gelme biz gideriz salonu boş bırakma. Hij zegt hoe heet dat? Hij zegt de dame die hier normaal opent, hij zegt was te laat, weet je, vanwege verkeer. Dus hij zegt zij het was hier. Hij zei van weet je wat, gaan jullie maar, ik kom wel achter jullie aan naar het stadion. Hij zegt ik had, zegt hij al vanaf gisteravond, zegt hij stress dat we in het stadion gingen trainen. Hij zegt dus, ik zei van weet je wat, Said, blijf jij hier, kom maar niet, ik ga wel. Hij zegt want dan wil ik, zegt hij, dinges doen. Wil ik mijn training, zegt hij, te verkorten. Sonra antrenmana gitmişiz, baktım orada o futbol oynuyorlar, Amerikan futbolu oynuyorlar orada stadyumda. Bir de yağmur yağıyordu biraz. Hafiften de çamurdu. Hafiften çok değil. Arkadaşlar dedim ara hocayı. De ki burada futbol oynuyorlar. Koşamayız. Ara dedi Said burada futbol oynuyorlar. Koşamayız dedi koşacaksınız. Dedik tamam. Kapattı. Dedim ne dedi? Dedi koşacaksın. Oh, tövbe dedim. Dedim sen tekrar ara. De ki yağmur yağıyor. Soğuk alırız. Behram diyor maçım var soğuk alırım. Aradı dedi Said. Yağmur da yağıyor. Bir de kendi adımla konuşmuyorum. Yorum sen söyle. Yağmur yağıyor. İşte koşmayak da Said dedi koşacaksın. Tamam.
En son çareyi düşünmüştüm, baktım ha yerde biraz çamur varmış. Dedim ara de ki yer çamur dedim, koşamayız. Ara dedi, sen yer çamur koşamayız. Dedi, arkanı dön ben geldim. Baktım geliyor. Hij zegt, we waren bij de stadion. Hij zegt, nou, we zaten daar. Hij zegt, ik zat met mijn hulp en zo daar. De jongen zat er ook bij. Hij zegt, ik heb zegt hij, gezegd van, hey, weet je, ik zag daar jongens, zegt hij, American football spelen. Hij zegt, dus ik heb gezegd, jongens, bel zij het op. Van, we kunnen hier niet trainen. Jongens zijn aan het voetballen hier, American football aan het spelen. Van rugby of NFL aan het spelen. Dus zegt hij van, weet je wat, belt zij het op. Zij het zegt, nee, maakt niet uit, ga maar gewoon trainen. Hij zegt dus, ja, toen was ik, zegt hij, om me heen aan het kijken. Hij zegt, het begon het te regenen. Hij zegt dus, ik heb gezegd van, ja, hij zegt, ik durf ook niet zelf te bellen. Hij zegt, ik laat die jongen bellen van, hey, Said, luister eens. Zeg tegen hem van, Said, het regent. Het weer werkt niet. Ja, 8 juni moet ik vechten, weet je, dus ik wil geen kou vatten. Hij zegt, Said zegt, nee, ga maar gewoon rennen, maakt niet uit. Dus je gewoon rennen. Hij zegt, de derde keer, hij zegt, heb ik wat modder op de grond gezien. Ik dacht van, weet je, bel een derde keer op. Zeg van dat er wat modder is. Hij zegt, heeft die Said weer gebeld. En de Said heb gezegd van, weet je wat, gewoon trainen. Kijk maar achter je, ik ben er al. Oh, hij stond achter hem op dat moment. Hij zegt, ik draai me om en hij was daar. Hij is er nog steeds. Hè? Letterlijk, kijk, hij kijkt door een raampje en hij duikt nu weg. Nee, dat is hem niet. Said zit daar op de bank. Hij zit daar op de bank, nou ja. Said. Hij kijkt mee. Said. Bye bye, Jap. Gel bir bye bye, Jap. Gel, anamı ağlattın, gel. Hij zegt, hij heeft me genekt, kom ja, maar. Nou, hij heeft niet gelogen, want hij zit er altijd bij, hè? Bir daha hele bak, orada Vahit var. Vahit, ya burada. Vahit. Hij zegt, Vahit. Coming. Sonra diyorsun, İngilizce bilmiyor. Hij zegt, en dan zeggen ze van, ik ken geen Engels. Hij zegt, zie je, ik zeg toch coming. Coming, dedi. Dit is het team, hè, van Bahram. Ja. Yoksa Bahram'ın takımı bu değil mi diyor? Aynen yani. Benim takımım bunlar. Acak tabii biz bütün hepimiz... Habibiz. Tiger'cim bir aileyiz hepimiz. Ama en çok yanında olan insanlar bu. İşte az önce bahsettiğim kişi dedim yağmur yağıyor, dedim futbol oynuyor, dedim bura boş kalmasın sen dur. Ondan sonra dedim yer çamur. Gelme bir döndüm baktım gördüm burada az önce bahsettiğim insan. Hij zegt dat is degene zegt hij die we iedere keer belden om niet te trainen. Hij zegt dat is juist hij. Ja, hij zegt Tiger Jim hier zegt hij we zijn één grote familie. Maar hij zegt deze twee zegt hij zijn mijn team. Ja. En hoe omschrijven zij Bahram in een paar woorden? Worden ze niet gek van hem? Said, how would you describe Bahram in a couple of words? Are you not going crazy with him? About him? Yeah. To us about him? Yeah. He's a very, very nice guy. Yeah. He do what we want from him. He's, what can I say about him? He's one of the best students I have. Yes. Yeah. Is he difficult in fight week? Is he difficult in fight week to handle? Yes, he's difficult. He have, he wants to eat? He's a lighter. Yeah. You need to light the match. Yes, I do. Take, you know, when I take... special, no, other Bahram. Bahram. It's crazy Bahram. Yeah. This is good for fighting, week. Yes. Hele bir de sabahları geliyorum, bunu yetmiş. Neyse. Hele bir de sabahları gelmişim antrenmana, tamam mı? Kardiyo yapmaya. Oturuyor evde, kamerayı açıyor, izliyor. Başka ben ne yapayım? Soms kom ik hier in de ochtend. Hij zegt, en vanuit het huis zegt hij, zit hij me van de camera zegt hij te volgen wat ik aan het doen ben, zegt hij. Ja. Hij is streng voor hem. Hij is heel streng. Ze zijn nu chok zet. Thank you guys. Thank you James. Thank you. Bu da destek veriyor. En hij zegt, dit is mijn, zegt hij, steun. Hij spreekt ook Nederlands, Wahid. Ja. Dus ja. Said die koos, boeddha die, he, koos. Hij zegt, Said zegt, ren. En hij zegt, Wahid zegt, ja, je moet rennen. Je moet rennen. Hij ontkomt er niet aan. Ik kan het hier weg. Mooi team heeft hij, dank jullie wel, James. Ik wil wat zeggen over hem. Tuurlijk. Bahram ken ik best lang. Iets van 15 jaar of zo. En ik weet wat heeft hij, waar hij vandaan komt. En... ik word gewoon, hoe zeg je dat? Emotioneel. Ja, een beetje wel, want... maar meer trots. Natuurlijk, beide. En ik ben heel trots op wat hij heeft bereikt. Ik word van harte echt blij voor hem. En hij is gewoon een familie van ons, zeg maar, momenteel.
Want ik weet wat heeft hij allemaal meegemaakt. En ben er heel trots op. Mooie familie zijn. Ja, zeker. Ja, echt trots dat, op elkaar. Ja. Prachtig team. Ja, dat is echt... ik wil even zeggen. Ja. Nou, dankjewel. Je ziet het, het doet hem ook echt wat. En dat zagen we net ook bij Bahram. Nog een paar vraagjes. Bedankt voor je tijd. Ik laat je zo gaan. Hè. Je gaat zo trainen. Daar wil ik niet in de weg staan. De Golden Wolf, de Gouden Wolf. Ik zie hier een plukje grijs. Waarom niet de Grijze Wolf? De Golden Wolf. Hè? Ja, Alten Wolf. Ama diyor şurada diyor ufak diyor ben bir diyor gri saç görüyorum diyor biliyor musun? Acaba diyor niye diyor gri wolf değil. Diye her güzelin bir irade olur. Hij zegt iedere knappe, iedere mooie heeft altijd een tekortkoming. Klopt. Klopt. Ja, het is eigenlijk een schoonheidsvlekje. Nog heel mooi gezegd, schoonheidsvlekje. Ja. Aslında sarıdır. Aslında sarıdır. Hij zegt het is eigenlijk geel. De gele wolf. Ama gold. Ja, gold is ook geel. Is gold. Ja. Ama yani saçımı çok kestiğinde beyaz görünüyor. Biraz uzaldığında sarı görünüyor. Hij zegt als ik korte kapsel heb, hij zegt dan is het zegt hij hoe heet dat? Is het grijs? Maar hij zegt als mijn haar wat groeien, hij zegt dan wordt hij echt blondig. Laten we het houden over zijn lichamelijke kenmerk. Ik zie heel veel mooie tato's. Ik weet dat onze cameraman heel gek is op tatoeages. Kan die uitleggen wat voor mening, wat voor meanings hebben, wat het betekent? Diyor ki, bizim kameramanımız diyor, dövmeleri diyor, çok sever diyor. Ve Bahram'da diyor, birkaç tane dövmeleri diyor. Ben anlatayım anlamlarını. Diyor, anlamlarını diyor, varsa diyor, bir zahmet anlatsın. Bu gladiator. Das ist der Gladiator. Okay. Türkiye Çanakkale şehitleri. In Türkiye de Çanakkale de dode die voor de oorlog dood zijn gegaan. Ja, de Çanakkale dingen. Türk yazısı. Staat Türk op. Wolf. Wolf. Bu da Cengiz Han. En dat is de Cengiz Han. Cengiz Han. Grote. Yaşadığım ülke Azerbeidzjan'ın sembolü. Yani kız kulesi. De symbool van Azerbeidzjan, de meisjeskasteel, zeg maar. Ja. Doğduğum şehir Urmugölü. Şimdi de kurutmuşlar. Bir doldursalar. Hij zegt dat is de stad waar ik ben geboren, de Urmu Lake, zeg maar. Ja, maar hij zegt nu is ama het bunu, gedroogd, maar hij zegt dit is dingen. Ama bunu doldurmaları lazım. Hij zegt dat moeten ze weer vullen dat het weer zegt hij een lake wordt. Het lake zegt hij helemaal uitgedroogd. Ja. Ja. Bu kale. Kale. Babeç Kalesi. Mabeç? Babeç. Babeç. Babeç Kalesi Tebriz'de yerleşen Babeç Kalesi. In Tebrizi is bir daha Babeç kasteel. En hij zegt dat is dat. İstanbul Boğaz Köprüsü. En de Bosporus, zeg maar de brug. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. De 15 juli. De, ja, de mensen die voor de oorlog zijn doodgegaan noemen wij Şehit. Klopt. Dat is de Şehitbrug, 15 juli Şehitbrug. Ja. Ben vatansever olduğum için. Hij zegt, ik ben heel erg landliefhebbend, heel erg chauvinistisch. Bir de böyle yani dövmeleri seviyorum. O yüzden kendim sevdiğim şeyleri yazıyorum. Hij zegt. Mesela burada doğduğum şehrin, doğduğum yerin, nerede anadan olmuşum, onun konumu. Hij zegt, dit is de locatie, zegt hij, van waar ik precies ben geboren. Locatie. Ja. Ja. Burası. Bu Urmiye'de Şahruk Abad Mahallesi'nde. Şahruk Abad Straat in Urmiye. Maşallah, ya. Mooi. Burada daar, olmazsa the golden olmazmaz. Wolf. Burada da bir tane Golden Wolf. En hij zegt, op mijn been heb ik nog een Golden Wolf. Ja. Mogen we die ook zien? Onda görebilir miyiz? Yani çekemem yukarıya. Het wordt wat lastig om. Bu kadar. Dankjewel. Ja. Mooi, zo leer je toch iemand kennen. Want ik dacht, dat is een veel mooier verhaal. Maar ik dacht, dat is de Erasmusbrug die hij op zijn arm heeft. Kolumdakini diyor, aslında diyor, Rotterdam'ın diyor, Erasmus köprüsü var diyor, o sandım diyor. Diyor, 15 Temmuz şehitler köprüsü. 15 Temmuz şehitlerimizin anı. Ja, hij zegt, nee, 15 juli, de, ja, de şehitlerbrug, zeg maar. Ja, ja, dat is veel mooier. Nee, ja, daar kom ik niet tussen.
Hey, luister eens, voordat we naar de laatste vraag gaan. Als kind keek hij ook op, denk ik, naar topvechters. Als hij een paar namen moet opnoemen waar hij respect voor heeft, aan wie denkt hij dan? Diyor küçükken diyor tabii ki diyor bazı dövüşçülere diyor böyle hayranlıkla baktığı olmuştu diyor. Saygı duyduğu birkaç dövüşçü varsa diyor kimler var? Yani ben hayranlıkla hiçbir dövüşçüyü şey yapmamışım veya taklit etmemişim veya onun izinden gitmemişim. Ben sadece ve sadece sevdiğim bir dövüşçü olup o da Badr Hari. Okay. Ja. Hij zegt toen ik zegt hij klein was, jong was, zegt hij ik ben niet, zegt hij achter, zegt hij bepaalde ben je gevechters gegaan. Hij zegt ik heb ze niet geïmiteerd, ik heb niet gedaan dat ik ken je hun stijl heb ik nooit overgenomen. Hij zegt maar als er één vechter is die ik echt heel fijn vond en die ik graag zag, zegt hij was Badr Hari. Check. Ja. Ben sadece seviyorum adamın hareketlerini, adamın davranışını, adamın konuşmasını, adamın ne bileyim. Rahat bir insan olduğunu düşünüyorum. Hij zegt, ik denk, zegt hij, dat Badr Hari heel erg relaxed is. En hij zegt, daarom hou ik van zijn manier van praten, zijn manier van doen, zijn vechten. Hij zegt, hij is gewoon heel, hij komt heel relaxed, ontspannen over. En ja. Çok sevdiğim şey de maçta agresif olduğu. En hij zegt, wat ik het mooiste vind, zegt hij aan hem, is dat hij erg agressief is in een wedstrijd, in een gevecht. En dat herkent hij van zichzelf ook. Omdat hij tabii kendinden diyor, tanıdığı için diyor. Yine diyorum, hiçbir sporcu taklit etmiyorum. Hij zegt, ik doe ze niet na. Hij zegt, ik zeg er even bij, maar hij zegt, zo ben ik ook. Sevdiğim sporcu. Hij zegt, het is alleen een sportman waar ik, zegt hij, van hou. Ja. Tabii birçok sporcu var yani, gördüğüm Demi Bonjaski. Çok. Mesela ben çocuktum, onun maçlarını izlerdim. Hij zegt, toen ik een kind was, zegt hij, keek ik wel, zegt hij, natuurlijk. Hij zegt, er zijn meerdere sporters die ik heel graag mag. Hij zegt, Remy Bonjasky. Ja, hij zegt, toen ik klein was, keek ik natuurlijk naar zijn wedstrijden. De Flying Dutchman. O, gururdur, büyük sporcudular. Sadece dediğim gibi, taklit etmiyorum hiçbir sporcuyu. Hiçbir sporcuyu da kendime örnek almıyorum. Sadece ve sadece sevdiğim sporcular söylüyorum. Hij zegt, dit zijn alleen, zegt hij, sporters waar ik van hou. Die ik heel fijn vind om te kijken. Hij zegt maar, ik imiteer ze niet, ik doe ze niet na. That's it. Dat eğer örnek alacak dövüşçü varsa, bu kickbox olarak dövüşçüleri örnek almam. Karabağ'da, Azerbaycan Savaşı'na, Karabağ'da savaşa giden, ölüme giden askerleri, dövüşçüleri örnek alırım. Ya Çanakkale'de şehit olanları örnek alırım. Örnek alacaksam da onları alırım. Acak azık. Çünkü onlar torpaklar için, vatanlar için, namuslar için, gayretler için, şerefler için ölüme gitmiştir. Hij zegt, als ik iemand, zegt hij, voorbeeld moet nemen, als voorbeeld moet nemen, hij zegt, dan neem ik geen sporter als voorbeeld. Hij zegt, wie ik als voorbeeld neem, hij zegt, is de mensen, zegt hij, die in Montenegro, zegt hij eventueel, of in Turkije, in Çanakkale, zegt hij, voor hun land, voor hun gezin, voor hun familie, voor hun vlag, hebben gevochten en de dood in de ogen hebben gekeken. Die mensen, zegt hij. Benim için en büyük dövüşçüler onlarlar. Hij zegt, dat zijn de echte grote vechters. Ik heb hem nu het afgelopen uur, hè, we zijn lekker in gesprek met elkaar, heb ik hem echt goed leren kennen. Hij komt echt over als een hele aimabele man met principes. Je ziet ook dat als het aankomt op zijn familie, op zijn naasten, dat hij heel liefdevol is, heel respectvol. Een kant die misschien onderbelicht is, die wij nog niet kenden van hem. Ik vind het heel mooi. Hij komt heel goed over als persoon op mij. Diyor şimdi diyor bir saattir konuşuyoruz diyor. Bundan önce de diyor konuşmalarımız oldu diyor ama diyor şimdi diyor ilk defa diyor yani Bahram'ı diyor. Böyle gerçekten diyor yani ailesini, vatanını, milletini diyor böyle çok seven diyor. Şey olarak diyor birisi olarak diyor gördük diyor ve bana diyor gerçekten diyor baktığım zaman diyor çok iyi bir insan olarak diyor geliyor yani bana diyor öyle bir his veriyor. Çok iyi bir insan oldu. Sağ olsun teşekkür ederim. İnsan iyi olmaya çalışıyoruz. Yani bu kardeşimiz için de geçerli, sizin için, herkes için geçerli. Herkes kendi sınırlarına, kendi topraklarına, kendi ailesine, kendi ülkesine, kendi bayrağına sadık olacak. Ve ailesini koruyacak. Azerbaycan da benim için ailedir. Hij zegt, dankjewel, zegt hij, voor je mooie woorden. Hij zegt, het belangrijkste is, hij zegt, ik probeer gewoon een goed mens te zijn voor iedereen. Hij zegt, dat is, zegt hij, het belangrijkste. Maar hij zegt, wat belangrijker is, is dat iedereen voor ten eerste, zegt hij, zijn familie, voor zijn
land, voor zijn godsdienst, voor alles zegt hij gewoon een goed persoon moet zijn. Hij zegt dat is het allerbelangrijkste. Check, het staat op video. Ja. Dus laten we die boodschap inderdaad verspreiden. Wij zijn van Rotterdam zijn we naar Duitsland gereden in Kerpen. Volgende week mogen jullie het precies andersom doen. Ja. Ik hoop op een veilige reis. En tot slot, als hij in die camera wil kijken, wat kan hij de mensen beloven die erbij zullen zijn op 8 juni? Diyor biz diyor ta diyor Rotterdam'dan diyor buraya geldik diyor biliyor musun Kerpen'e şimdi diyor haftaya da diyor sizler diyor Kerpen'den ta Rotterdam'a geleceksiniz diyor dikkatli gelin diyor ama diyor kameraya bakarak insanlara diyor gelecek hafta ne bekleyeceklerini söyleyebilirse diyor kameraya bakarak ne söyler? Bugüne kadar söylediğim her şeyi yaptım ve Ahuy'da ayın 8'i yeni bir yıldız parlayacak. Hij zegt, ik heb tot nu toe altijd alles gedaan wat ik heb gezegd. Hij zegt, 8 juni gaat er in Ahoy een nieuwe ster schijnen. Oes. 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 Thank you. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de knop. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.